Steven Schenk van Schenk Hattori, Johannes Berry van Suzy Berry. Twee architectuurpraktijken. Jullie hebben allebei relatie met Japan, levenspartner of professionele partner. En jullie hebben samen een project gemaakt voor het Vlaams Architectuurinstituut. Daar zat een titel op, Translations, vertalen van culturen. Daar komt de Zuid-Afrikaanse cultuur bij, een stukje Zwitserse cultuur. Jullie hebben elkaar ontmoet, Hattori en Schenk, in Zwitserland. Er zijn veel elementen die dat translation verklaren. Het is een heel bijzonder paviljoen, een experiment noemen jullie het. Waarom? Waar ligt dat idee van experiment? Wij zien dat niet als een experiment. Of hoe zou ik het zeggen? Als wij dat als experiment zien, dan is al onze architectuur gewoon experiment. Dus misschien is het dan een experiment, ik weet het niet. Maar ja, zoals je zei, waar was het ontstaan? Ik denk dat dat ontstond ook uit gewoon een toevalligheid. Ik denk dat, hoe kan ik zeggen, ook in die tijd was er veel onzekerheden en veranderingen. En als gevolg van dat, ja, dachten wij uiteindelijk van ja, wij moeten hier uit het kabinet. En wij moeten misschien verder kijken naar andere mogelijkheden. En zo kwam het idee naar boven, ik denk via Steven, misschien kunnen we iets in de tuin doen. Ja, dan hebben we gevraagd van, wat mogen we eens in het materiaalarchief gaan kijken? En dat stond helemaal vol met van alles. Dat was ook een fascinerende zoektocht om daar eens in te gaan. En er waren vooral een honderdtal platen van verschillende groottes en diktes. En dan begon het idee te ontstaan, denk ik, ook vanuit Johannes' input om ergens een soort van hergebruik van die materialen, om die materialen in een nieuwe vorm te brengen. En wat ons daar ook aan fascineren is, dat we dan iets konden maken dat ergens een één-op-één schaal kon tonen aan de bezoeker. Maar natuurlijk die moeilijkheid om architectuur tentoon te stellen, wat omzeilt, omdat je dan eigenlijk een heel directe manier hebt om een intentie of een identiteit van onze jonge profiel te tonen, die eigenlijk nog niet veel of nog niet genoeg misschien kunnen achteruitkijken en zoiets hebben van kom, we gaan iets maken gewoon. Dus dat was het idee, hè, om in die tuin iets te doen. In de tuin is dat, want dat is een klassiek gegeven. Jullie hebben allebei verband met de Japanse cultuur ook, van waar dat eigenlijk de tuin, maar ook de natuur, eigenlijk het primaat is van de architectuur. En het is veel belangrijker. Het gaat ook over grenzen van interieur, exterieur. Ik merk in het paviljoen, in wezen is het een lijn, maar misschien moet je het zelf iets meer specifieren. Dat het ook ergens speelt op wat is binnen, wat is buiten. Ja, voor ons was die fascinatie wel heel hard van, ja, die identiteit natuurlijk is altijd heel gemakkelijk om de kwaliteiten van de natuur eigenlijk naar voren te brengen. Dat is denk ik altijd een fascinatie, die schoonheid die daar speelt. En met architectuur daar iets mee te doen. Maar voor ons, wij vonden het interessant, in die tuin was natuurlijk eens een heel vreemde topografie eigenlijk, die naar beneden komt. En door het positioneren van het project, ja, het is een beetje te laag, het is een beetje te smal. Dus je voelt eigenlijk in eerste instantie aan dat er geen interieur is. Het verdeelt die plek, maar doordat het te laag is, is het eigenlijk ook een object die plek terug een soort van eenheid geeft. Maar anderzijds, als je binnengaat, is die ruimte wel onverwacht groot. Dus die paradox, dat vonden wij heel interessant eigenlijk, om een identiteit eigenlijk bloot te leggen die misschien minder zichtbaar was. Met die figuur en dat bezoek eigenlijk daarvan is eigenlijk dan het idee van die tentoonstelling. Ja, ik denk dat, ik denk bij ons, ook wat die sprak over de Japanse, ja, misschien heeft het meer met een houding te maken. En ook ten opzichte van de natuur, om te zeggen van ja, wij discrimineren niet tussen artificieel en natuur. En ik denk dat als wij gewoon met dezelfde respect alles aanpakken, dan hebben wij geen probleem en dan moeten wij ook niet praten van een oppositie tussen die twee. Dus ook van de materialiteit, wat wij uiteindelijk dan hadden gevonden in die storage, daar hebben we dan ook gezegd van ja, wij gaan die dingen niet, wij gaan het niet aanpassen. Wij gebruiken gewoon de formaten wat er reeds bestaat. Dus zo hadden wij eigenlijk een landschap met een relief, zoals Steven zei. We hadden die platen van Jan Fabre, dan een vloer van Ishigami. En dan die natuur of die ramped earth blokken. En we dachten van ja, hoe gaan we dat hier oplossen? En uiteindelijk ja, om dat uit te graven en aan de kopse kanten in te klimmen, creëert het al een stabiliteit.
maar ook om die platen eigenlijk stapsgewijs naast elkaar te doen, verdikken wij eigenlijk de stevigheid ervan, de structuur. En zo creëert dat ook een diamantvorm, wat ook stabiliteit geeft. En zo was het eigenlijk redelijk makkelijk dat het zichzelf uiteindelijk ontworpen. Ik denk zo'n connectie met die Japanse misschien ook zo'n respect voor dingen. Maar al is dat gewoon ja, een vinyl, een vloer of zo, ja, hoe kunnen we dat uiteindelijk een zeker respect geven, ook een zekere type van expressie geven. Dan denk ik uiteindelijk misschien de Japanse, of iets wat misschien als expressie of esthetiek misschien de Japanse overkwam of overkomt, is eigenlijk momenteel de dak, wat eigenlijk ook zo'n curve maakt. Maar dat was onze oplossing niet. Dat was de oplossing van Guy, de schrijnwerker. Dus uiteindelijk de Japanse insteek was niet van ons gekomen. Ja. Maar het is een heel aparte manier hoe jullie een vinylvloer van de tentoonstelling van Ishigami, een balletvloer eigenlijk, ja. Gebruiken als een dakdichting. En eigenlijk door het kijken naar die materie, en je laat dat ook toe, dat dan eigenlijk in de uitvoering en dat dan plots en dat het zo'n vinylplaat ja. als een soort dakschaal binnen zich manifesteert. Maar het gaat wel mee in het respect voor het ritme van het materiaal ja. en de industriële mate. En dat is iets dat vaak terugkomt. Ja. Jullie hebben die twee parameters lijken ongelooflijk belangrijk. Er is materie en er is structuur. En vanuit die twee elementen ontstaat ruimte. Bijna als, zoals Japanse architectuur ook vaak ontstaat vanuit die twee elementen. Kan je daar misschien iets specifieker over zeggen? Bij jullie is het heel specifiek wat dat materie doet, omdat, en dat is nog een ander thema dat heel belangrijk is hoe dat materialen op elkaar lijken, visueel, maar eigenlijk steen kan de kleur hebben van hout. Je hebt een woning gemaakt waar dat de bekisting de kleur heeft gekregen van het beton. Het hout wordt bij wijze van spreken beton, het beton krijgt de vorm van het hout. Die waanzinnige aandacht voor de materie en de expressiemogelijkheden van het materiaal, plus structuur. Ja. Ligt daar eigenlijk de oerkracht van de architectuur? Van, als je spreekt ook over maken, ja. zijn dat de componenten? Ik hoop het. Dan zijn we goed bezig, denk ik. Ja. Dus ik hoop het. Ja, ik denk misschien ja, voor ons, wij voelen wel een connectie. Ook, ja, wij zijn zeer geïnteresseerd ook in architectuurgeschiedenis. En speculaties over een begin van architectuur. Wat ook zeer interessant is, want dat is meer een westelijke aanpak, vinden wij. Dus zelfs als je naar Japanse literatuur kijkt of zo, ik denk misschien ook cultureel, omdat het niet zo sterk gaat over een begin en een einde, vind je ook minder referenties erover. Of die referenties worden meer abstract. Maar ja, ik denk voor ons ook in die toevalligheid waar wij dat over hadden, ik denk dat om een begin te hebben, om architectuur te creëren, denk ik, zegt ongelooflijk veel van ideologie. Dus jij kan eigenlijk, als je architectuur leest, door om een beginpunt te lezen van die architect, kan je ook een ideologie erin lezen. En zo een ideologie vind ik op een manier redelijk uitsluitend. Ja, ik vind ideologische architectuur ook zeer interessant. Maar ik spreek nu natuurlijk alleen maar over ons architectuur, wat we eigenlijk proberen. Om een architectuur te maken wat niet exclusief is, maar eigenlijk inclusief. En zo als beginpunt, wat je ook zei van de materialiteiten bijvoorbeeld, proberen we eigenlijk met de toevalligheid beginnen. En om een identificatie te doen van materialiteiten, wat op zich op elkaar lijkt, ja, dat is gewoon een toevalligheid. Want toevalligheid... Ja, want misschien moet ik dat meegeven. Ja. Die materialen zijn ofwel graniet en gerecycleerd polyuretaan ja. die je naast elkaar plaatst, ja. die allebei iets donker hebben. Ja. En dat is een gemeenschappelijk visueel aspect. Ja. Of textiel en steen, ja. marmer. De pinewood en het dennenhout samen met het beton. Ja. Teekhout en steen, marmer. Ja. Dus visueel liggen ze dicht bij elkaar, maar het zijn twee verstrekt met verschillende eigenschappen. Ja. En ja, zoals ik zei, die toevalligheid bestaat niet zonder een zekere identificatie van die toevalligheid. En voor ons is dat altijd een beginpunt. Eigenlijk zo serendipity, zo die toevalligheid. Want anders is er altijd een ideologie om te beginnen. En zo vanuit daar, ik zou niet zeggen naïef, maar eigenlijk proberen we altijd vorm zoeken dan vanuit dat als startpunt.
En dat zoeken wij eigenlijk vorm door te zien, ja, wat is de structurele aspecten van die materialiteit. En wij proberen altijd zo min mogelijk vorm te geven. Dus als we die een knoop kunnen maken tussen die twee materialiteiten, wat dan zelf vormgenererend is, dat is uiteindelijk wat we uiteindelijk zoeken. En natuurlijk door vorm komt er dan ook ruimtelijkheid. En zo die betekenis is eigenlijk ontstond vanuit een toevalligheid. En zo denken wij ook dat een initiële beginpunt waarschijnlijk ook een toevalligheid was. Bij de tentoonstelling hoort er een kleine publicatie. Op een bepaald moment wordt er een referentie gemaakt naar Goethe, die over dislocatie spreekt, maar ook over de paradijselijke ruimte. Wat is dat voor jullie? Ik denk, ja, ik denk dat is geen paradijselijke ruimte. Dat is meer in het idee van dislocation misschien. Eigenlijk door die oppositie van paradijselijke ruimte geeft het wel kader een referentie om, ja, bewustzijn eigenlijk, om ruimte te kunnen lezen, om bewust te zijn van zekere limieten en zo eigenlijk bewust te zijn van een omgeving, een mens te zijn. Ik denk die paradijselijke ruimte is eigenlijk iets wat niet bestaat. Dat is misschien zo die post-human, wat wij ook nu lezen in de krant en in al de publicaties, van wat gebeurt post-human. Post-human is misschien die paradijselijke ruimte als er geen architectuur meer bestaat. Dus ja, in het tuin was er geen architectuur waarschijnlijk. Voor ons is dat wel altijd, en dat komt ook in de natuur natuurlijk vaak, maar is zo de plekken waar dat er een mysterie zich afspeelt, waar dat dingen eigenlijk anders zijn zoals dat je ze ziet, waar eigenlijk altijd iets gebeurt in goede architectuur, zoals ik vind bijvoorbeeld die van Leverens. Ja, er gebeuren eigenlijk dingen in die ruimtes die onverklaarbaar zijn. En afhankelijk van waar je bent en waar je staat, hoe je ziet, werken die eigenlijk op een zo veelzijdige manier dat die zo'n ongrijpbare of ontastbaarheid hebben. En dat vind ik altijd, en dat, het meeste vinden dat natuurlijk in een fantastisch bos of zo, is dat nog meer echt zoiets. Eigenlijk gaat het over stammen van bomen, maar daar ontstaat verschillende soorten ruimtes. Maar eigenlijk het paviljoen dat jullie gemaakt hebben in Zillebeke bij Ieper, ergens is het ook een soort een dialoog of een dans bijna tussen de natuur, ook een geaccidenteerd landschap, een oorlogslandschap. En daar werk je eigenlijk met een heel elementaire structuur van afdak. Maar ergens voel je wel dat er een soort een dialoog met die natuur gezocht is en ergens ook gevonden. Ja, de bedoeling was daar eigenlijk om... Natuurlijk is dat grappig. Je hebt eerst natuurlijk dat geaccidenteerde karakter, maar ook een stuk landschap dat eigenlijk vroeger de regel was en nu eigenlijk als object bijna in de uitzondering ligt in Vlaanderen. En wij dachten, ja, wat is dan een gebaar om een toegangssymbool te maken tot dat eigenlijk vroegere, authentieke stuk Vlaanderen. En wij dachten dan, als we iets maken dat ergens op elk fragment, hoe dat je dat ding waarneemt, heel anders werkt. Bijvoorbeeld van ver lijkt het bijna gewoon een muur te zijn die ergens een maat geeft aan het landschap. Dichterbij zie je dan eigenlijk het licht dat van het zuiden gereflecteerd wordt op het dak en eigenlijk de onderkant van het dak lichter maakt dan de omgevende ruimte. Dat er zo'n soort van andere werking is telkens. Ook bijvoorbeeld, om nog terug te komen op de structuur, ja, die structuur, je maakt eigenlijk bijna het minimum om eigenlijk een symmetrie te genereren die je dan toch eigenlijk niet bouwt, maar die ruimtelijk ontstaat. En daar zijn bijvoorbeeld die liggers ook niet structureel eerlijk. De ene is dikker gemaakt dan nodig, om eigenlijk toch ook die allure van die ruimte te kunnen maken. En daardoor ontstaat eigenlijk door de accumulatie van hoe je dat ding eigenlijk op verschillende manieren, op verschillende wijzes kan zien, ontstaat eigenlijk die vorm dan en dan die structuur. Dus dat is eigenlijk een idee om die openheid van wat dat ding is ten opzichte van zijn omgeving als aanleiding te nemen. Jullie werk stel je tentoon ook samen in een kabinet. En wat opvalt is dat ze eigenlijk elkaar... Ja, het zijn twee aparte werelden en toch verhouden ze zich in een natuurlijke manier met elkaar. Maar er zit wel een soort gemeenschappelijkheid in. Van aan de ene kant een soort verstilling zoeken, naar een essentie gaan en terzelfde tijd een enorme intensiteit die eruit straalt. En het lijkt een paradox ook, maar ik vermoed dat er zitten meer paradoxen in jullie werk. Maar die verstilling en terzelfde tijd een intensiteit, heeft dat te maken ook met dat terugkeren naar de,
de origine van de architectuur, want dat ervaar ik ook. Van, het lijkt alsof jullie willen teruggaan naar dat eerste bouwen en die kracht en die bijna mystieke, mythische betekenis van het bouwen. Ja. Ja, ik denk, als wij die kracht kunnen vinden, zou het fantastisch zijn. Dat is zo, hoe kan ik zeggen, dat is zo ook eigenlijk de provocatie voor betekenis. En ik denk dat is zeker wat wij opzoeken in ons werk. En ik vind bij Shinkatori op een andere manier. En ja, zo hadden wij geprobeerd. Ik denk dat het ook verschillende dingen is, maar om elkaar ook verschillende dingen te incorporeren in die expositie, om het een beetje door elkaar te vlechten. Ja. Ja, het is ook een heel moeilijke vraag. Je zoekt ook zelfs architect van hoe, wanneer krijg je iets een zin? En dat merk ik ook heel hard in die zoektocht van het zoeken naar zin, het terugbrengen of het achteruit zetten van de architect als een soort van auteur met een bepaalde hand die pretendeert dat hij iets kan tekenen dat relevant is, maar ergens het zoeken van naar iets dat ergens een hogere betekenis kan zijn. Ook het overstijgen van jezelf om iets te zoeken en te vinden. Ja, niet jouw betekenis. Ja, maar niet de jouwe, maar degene die misschien algemeen ook openheid biedt om betekenis te krijgen voor iemand. En dat delen wij heel hard. Dus ik denk dat wel in de kabinet terug te vinden is. Ik ben zelf gefascineerd door Japanse architectuur en Japanse cultuur. Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met een oude dichter, Kamo no Chomei, die een tekst geschreven heeft in de 13e eeuw, Notities uit mijn hut, wat eigenlijk in Japan een soort klassieke tekst is en voor veel architecten nog altijd inspirerend is om de meest elementaire woning te maken, omdat het een woning was op 10 vierkante voet, en wat eigenlijk neerkomt op bijna een kleine 3 meter op 3 meter. Nu, die hut is voor mij eigenlijk een soort paradigma over architectuur, omdat voor Kamo no Chomei, de auteur, was het de plek om eigenlijk in de wereld te staan. En dus hij trekt volledig in twijfel of al de ambities omtrent architectuur en het kostelijke van architectuur en het complexe. En dat het ook in één knip, een sneeuwstorm, een overstroming, kan het weggeblazen worden. Voor mij heeft die Japanse tekst mij doen nadenken over het statuut van architectuur. En mijn vraag een beetje aan jullie is, van, ik zie dat jullie enorm investeren in zorg. Hoe zie je dat eigenlijk tegenover, zijn dat ijdele ambities om architectuur zodanig te maken? En dat vraagt zoveel middelen. In welke mate staan jullie achter die idee dat architectuur bijna naar het niets of het bijna als de lichtste kledij zou moeten worden teruggevoerd? Ja, in welke richting gaat die architectuur? Moeten we naar minder om meer te doen? Of hoe vul je die less is more of less or more eigenlijk in? Dat is eigenlijk een beetje de als slotvraag die ik zou willen stellen. In het begin zei je zorg. En ik denk dat is voor ons de belangrijkste. Eigenlijk een zorg voor architectuur. En zo kan het gaan over iets zeer tijdelijks of iets zeer permanents. Of iets ja, met veel middelen of iets met min middelen. Maar vooral een zorg. En ik denk dat is wat ontbreekt. Er wordt vandaag, maar ik denk niet dat het nieuw is aan vandaag, maar constant, hoe kan ik zeggen, andere thema's op architectuur geplakt. Sustainable architecture, ja, blob architecture, ja, sociale architectuur, ja, van alles. Maar ja, wat is architectuur nu uiteindelijk? Dus ik denk dat ja, dat is iets wat, ja, dat is constant rondom ons. Dat maakt deel uit van de mens. Maar ik denk dat wij ook met een zeker respect moeten omgaan met architectuur. En een zorg voor architectuur. En niet constant reflecteren van ja, om te zeggen, om dat te kaderen, om te zeggen van ja, nu gaat het over dat, nu gaat het over dat. Nee, architectuur gaat altijd over hetzelfde. En wij moeten gewoon zorgvuldig mee omgaan, denk ik. Ja, ik vind ook, wij leven in een, dat is misschien wat hoogdravig, maar we leven wel in een tijd waar mensen zeer veel verleid willen worden ook. En ik ben wel blij daarom dat wij de mogelijkheid hadden om in het licht van Japan, dat toch heel rooted is op een of andere manier, en zeker ook met uw werk, uw boek dat u zelf maakt, merk ik dat ook, dat er, dat gaat over heel primaire dingen. En wij zijn natuurlijk misschien in die optiek niet de meest schreeuwerige architecten. Maar ja, architectuur, wat kan dat eigenlijk anders doen dan ergens emotioneren en complex zijn
in zijn manier waarop die mensen dingen laten waarnemen en ergens ook de kwaliteiten van de natuur mee over te nemen en door te dragen. Ik denk dat dat vooral belangrijk is in de zoektocht naar ecologisch kwaliteitsvolle manieren om ook samen te leven in de toekomst. Gaat dat ergens over die zeer dieper liggende elementen en dat dingen die in het echt gebouwd zijn, beter zijn dan hoe dat ze op foto werken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen ook dat jullie werken van, en dat jullie geen romans schrijven, maar eigenlijk, en zoals een dichter, met de witruimte, een woord, de associatie, dat is een soort poëzie dat jullie nastreven. En de zorg is eigenlijk ook die zorg voor dat, wat betekent dat ene woord, ja. Wat betekent die ene koppeling, dat ene materiaal, die ene geur. Ja. Maar in dat boekje van Hojoki, wat ik fantastisch vond, is, ja, wij spreken over, ja, mensen refereert naar zijn hut als primitief eigenlijk, maar ja, die persoon heeft zo'n sofisticatie, dat is helemaal niet primitief, dat is super gesofisticeerd. En ook dat hij dan een muziekinstrument van een riet maken. Dus ja, ik ben echt benieuwd, ik zou die vorm van dat willen zien. Want als hij zo gesofisticeerd is, als je een idee kan vertalen, en hoe kan ik zeggen, dat heeft niet meer vorm, maar je kan dat in van alles vertalen, omdat je begrijpt dat zo goed. Ja, voor mij, dat moet over dat gaan.